Goedemiddag, jullie zijn nieuwe bewoners van Fregat. Hoe staat het met de voortgang van de bouw? De helft ongeveer van de huizen dat is opgeleverd. Zijn huis als eerste van dit rijtje. Nou, vertel maar iets over de oplevering, Bas. Hey, ik ben Bas, ik ben van het Witte Hoekhuis. En ik heb een beetje afwijkende keuken. Dat komt ook een beetje apart, jongens. Er meerdere afwijkingen, maar zijn keuken is heel afwijkend. Ik zag ook dat er een open haard was. Ook een open haard erbij, die hebben we ook laten plaatsen. Dus dat is niet standaard? Nee. Wij hebben daarvoor gekozen. Dat is een keuze die je maakt, hè. Ja. En zijn jullie beide huizen al formeel opgeleverd? Zijn beide formeel opgeleverd. Hij anderhalve week eerder dan mijn huis. En het gaat goed. Ik denk dat we allebei nog 2 weken nodig hebben. En hij nog 1 week. Ja, en, ik 2 weken. Ja, dan voor de inrichting bedoel je? Dan is het klaar. Ja, mooi hè, project. Het is een heel mooi project, ja. En de volgende komt eraan, hè, aan de overkant? De sluis. Ja, volgens mij is het de bot erop geleverd en dan wordt de sluis opgeleverd. Vindt hier nog een formele opening plaats van het gedeelte Fregat, of is dat niet? Ja, dat moeten we zelf organiseren, denk ik. Zelf wel een feestje organiseren. Maar dat komt wel goed. Ja? Jawel. Ja. Nou, kom ik langs om te filmen. Tuurlijk, gezellig. Barbecue. Biertje erbij. Ja. We zullen je uitnodiging sturen.